Bij ons is niet alleen goede zorg belangrijk. Ook bij het ontvangen van de factuur willen we dat je weet waar je aan toe bent. En dat is iets waar we samen voor moeten zorgen, want er zijn heel wat factoren die het kostenplaatje van je zorg kunnen beïnvloeden. Je ziekenfonds neemt sowieso een groot deel van de kosten voor zijn rekening. Je betaalt alleen je persoonlijk aandeel of het remgeld en eventuele supplementen. Kom je naar het ziekenhuis voor een raadpleging, dan hangen die supplementen samen met de conventiestatus van je arts. Terwijl een geconventioneerde arts zich aan vaste tarieven houdt, kan een niet-geconventioneerde arts een vrij honorarium aanrekenen. In het geval van een opname is je kamerkeuze bepalend. Kies je voor een eenpersoonskamer, dan heb je meer comfort, maar betaal je een vast kamersupplement per dag en kunnen daarbovenop alle betrokken artsen een ereloonsupplement aanrekenen. Als dat ereloonsupplement bijvoorbeeld 150% bedraagt, betaal je voor een ingreep of behandeling van 100 euro nog 150 euro extra. Een hospitalisatieverzekering kan ervoor zorgen dat je die supplementen niet of maar gedeeltelijk zelf hoeft te betalen. Maar let op, een arbeidsongevallenverzekering betaalt ze nooit terug. Soms verloopt de betaling van de factuur zelfs volledig via je verzekering. Informeer dus vooraf bij je verzekering wat jij voor je rekening zal moeten nemen en hoe de betaling precies zal verlopen. Kiezen voor een twee- of meerpersoonskamer geeft je dezelfde kwalitatieve zorg, maar zonder supplementen. Verder speelt bij een opname ook de duur een rol, net als eventuele onvoorziene extra behandelingen, geneesmiddelen of producten. Hoe kan je nu op voorhand je kosten goed inschatten? Wel, daar zorgen we dus samen voor. Het is aan ons om actief en helder te communiceren. Met dit filmpje bijvoorbeeld, of via de informatie op onze website. Daar vind je bijvoorbeeld ook de conventiestatus van onze artsen terug. Je kan ons ook altijd om een kostenraming vragen. En als je dan ook nog de informatie van je ziekenfonds en verzekeraar erbij hebt, weet je ongeveer wat je van je factuur mag verwachten. Meer weten? Neem een kijkje op onze website.